Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Er komen veel nieuwe woningen bij. We proberen zo het grote woningtekort in Haarlemmermeer en in de regio op te lossen. Wij willen dat jong en oud kan wonen in onze gemeente. Daar zijn betaalbare en passende woningen voor nodig. Behouden van het karakter van Haarlemmermeer. De 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer. Het boerenlandschap, de polderwegen, gemalen en ringvaart. Met ruimte voor groen, water en recreatie. Daarom bouwen we waar het past. Haarlemmermeer groeit, maar het moet wel Haarlemmermeer blijven. Aan de oostkant is veel bedrijvigheid en de luchthaven Schiphol, de entree van Nederland. Als de Noord-Zuidlijn er ligt, ontwikkelt Hoofddorp zich nog meer tot een stad. Er ontstaan dan nieuwe stedelijke wijken rondom het stationsgebied. Hier gaan we dichter op elkaar en hoger bouwen. In de nieuwe wijken in Hoofddorp Zuid kun je zowel dorps als stedelijk wonen. In de buurt van groen en goede wegen. Nieuw-Vennep breidt ook flink uit. Er komt een hele nieuwe woonwijk bij. En bij Pionier Bols wordt een bedrijventerrein omgetoverd tot een gebied voor wonen en werken. Het westen van Haarlemmermeer heeft een landelijk karakter. En dat willen we zo houden. Daarom bouwen we alleen in Krukius en Lissebroek nog buiten het dorp. Met de plannen voor nieuwbouw in Turfspoor en Noord verdubbelt Lissebroek in aantal woningen. Er zijn plannen voor veel nieuwe woningen tussen Krukius en Zwaanshoek. In Krukius zijn de woonwijken Wikkevoort en Post van Kraaienhof nieuw. Hier woon je langs de randen van de polder. Al deze nieuwe woningen en buurten moeten goed bereikbaar zijn. Daarom zorgen we voor extra wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Haarlemmermeer groeit, maar wel passend. Dat is onze opdracht. Meer weten? Kijk op haarlemmermeer.nl/hvm.